Mag ik de hoogleraren verzoeken hun baret af te nemen? Open deze zitting met gebed. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Gaat u zitten. Zeer geachte aanwezigen, hier in de aula van onze universiteit, gelukkig weer zonder de anderhalve meter, echt nabij, maar fijn dat dat weer kan, maar toch ook nog de kijkers thuis, want de livestream is ook nog steeds aanwezig om vanmiddag iedereen de gelegenheid te geven de oratie van professor Arno van Dam te beluisteren. Want dat is, dames en heren, hier vanmiddag het hoofdonderwerp van deze academische plechtigheid. Familie, Idilko, Misha, Karel, we hebben het kennis gemaakt. Verdere familie, vrienden, collega's, belangstellenden, zeer van harte welkom. Arno, we zijn heel blij dat jij voor onze universiteit kiest voor een leeropdracht op de bijzondere leerstoel antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij. Een leerstoel die gevestigd is, waarvoor dank, door GGZ Westelijk Noord-Brabant. Per 1 juli 2020 al benoemd als bijzonder hoogleraar en in het bijzonder werkzaam in het departement Transo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan onze universiteit en met name binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, waarvan de decaan, professor De Bond, vanmiddag ook aanwezig is. Het is ook nog een mooie gelegenheid, vrienden van Transo, om jullie nogmaals te feliciteren met het prachtige jubileum wat met een mooie conferentie al gevierd is. En ik weet zeker dat dat niet het laatste zal zijn wat er gebruikt wordt om elkaar weer te zien en om te vieren dat dit prachtige instituut, die mooie vakgroep, excellent in wetenschappelijk onderzoek, maar ook heel, en misschien wel ook juist daarom, verbonden met grote maatschappelijke vraagstukken, met name op het gebied van de zorg. Ik heb het van de week gezegd bij de opening. De WER heeft een belangrijk rapport uitgebracht over de grote opgave in de zorg. We hebben zoveel kennis nodig. En dan is het houden van een oratie over dit belangrijke onderwerp een heel mooi moment. Ook om dat succes met elkaar te vieren en ook weer verder te ontwikkelen. Arno, je studeerde psychologie in Leiden. We zagen het net nog even terugkomen in het strikje op de bef van de toga. Een klein subtiel signaal naar Leiden terug, denk ik. En is in de Nijmegen in 2013 aan de Radboud Universiteit gepromoveerd. Op een onderzoek naar het cognitief functioneren van burn-out patiënten. Daarna veel onderzoek gedaan naar uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Ik noem het motiveren voor behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het implementeren van evidence-based mental health en ook e-health. Chronische vermoeidheid en burn-out. En de laatste jaren echt gespecialiseerd op antisociaal gedrag en agressieproblematiek. Dat heeft geleid tot vele artikelen en boeken over de behandeling van die problematiek en ook het motiveren van mensen met antisociaal gedrag voor dergelijke vormen van behandeling. Bij Transo verricht je sinds 2013 onderzoek naar onder andere de attitude van behandelaren ten aanzien van cliënten met dit soort persoonlijkheidsstoornissen en de inzet van ervaringsdeskundigheid bij dit soort problematieken. Begin 2020 publiceerde je met een aantal andere collega's een belangrijk praktijkboek, antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek, waar de wetenschappelijke kennis wordt overgedragen aan de mensen die in de praktijk met deze fenomenen te dealen hebben, behandeling moeten organiseren. Je bent als klinisch psycholoog en hoofdwetenschappelijk onderzoek bij de GGZ West-Noord-Brabant werkzaam in de reguliere specialistische en forensische psychiatrie. Je bent daarnaast ook lid van het landelijk expertpodium antisociaal gedrag en het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen en consulent op het gebied van antisociaal gedrag bij dat centrum voor consultatie en expertise en ook nog onderzoekscoördinator bij het landelijk steunpunt extremisme. Dames en heren, ik noem nog niet eens alles wat professor Van Dam doet en heeft gedaan. We hebben hier dus te maken met iemand die diepe kennis heeft van het fenomeen dat vandaag ook hier in de oratie aan de orde zal komen. Een belangrijk onderwerp, omdat mensen die met deze problematiek worden geconfronteerd in de samenleving
kansen moeten krijgen om weer mee te doen, om behandeld te worden. Het is een ingewikkeld en lastig onderwerp dat gevoed wordt door goede wetenschappelijke kennis. Ik vraag uw aandacht voor professor Van Dam voor zijn oratie, die de titel heeft gekregen Antisociale persoonlijkheidsstoornis, een samenspel tussen psychiatrie en maatschappij. Ik geef u graag het woord. Meneer de rector magnificus, mevrouw de decaan, lieve familie en vrienden, collega's, geachte toehoorders hier in de zaal, maar ook online, hartelijk welkom bij mijn oratie. Ik vind het heel fijn dat jullie er zijn. En we gaan het hebben over de antisociale persoonlijkheidsstoornis en over hoe dat een samenspel is, hoe psychiatrie en maatschappij hier elkaar beïnvloeden. En daar wil ik jullie wat over vertellen en dat wil ik eigenlijk doen door jullie mee te nemen naar een film. Een film denk ik die de meeste mensen van jullie kennen, maar waarschijnlijk niet iedereen, maar ik neem jullie er mee doorheen. Die film is een confrontatie eigenlijk van de psychiatrie met antisociale persoonlijkheidsproblematiek. En dat is de film met een glansrol van Jack Nicholson, speelt heel goed, One Flew Over the Cuckoo's Nest. En zoals altijd is het boek eigenlijk nog veel beter. Dus de mensen die de film al mooi vonden, ik zou zeker ook het boek gaan lezen. En dat boek is, de film is uit 1975, het boek is uit 1964, geschreven door Ken Kesey. En Ken Kesey was is een socioloog, maar was toen eerst nog sociologie student. En in zijn studententijd werkte hij als verpleeghulp in de psychiatrie. En zo heeft hij eigenlijk heel veel gezien van binnenuit in de psychiatrie. Maar nog belangrijker is dat hij heel erg beïnvloed was door het werk van Irving Goffman. En Irving Goffman was een socioloog. En die beschreef eigenlijk hoe mensen functioneren in systemen. En waar hij naar keek is van hoe systemen beïnvloeden van hoe mensen zichzelf definiëren. Hoe ze bepalen van wat is normaal, wat is abnormaal. Dat bepaalt ook hoe mensen het gevoel van zelfwaardering wat mensen hebben. Identiteit wordt daardoor bepaald. Maar ook hoe mensen zich gedragen in dat soort systemen. En hij heeft een mooi boek daarover, Asylums, gestichten heet dat, heeft hij vooral in de psychiatrie gekeken van hoe maakt dat systeem van de psychiatrie nou, maakt dat zeg maar hoe patiënten zich gedragen, maar ook hoe de verpleging zich gedraagt en ook hoe de psychiaters zich daarin gedragen, hoe ze allemaal een rol spelen. En wat belangrijk is, het gaat ook over van hoe patiënten zich aanpassen aan die regels, maar ook hoe ze proberen diezelfde regels, datzelfde systeem te ondermijnen. En ondermijnen, daar zal het vooral nu over gaan. De film begint in een psychiatrisch ziekenhuis, 18 patiënten op de afdeling. En daar is de staf zeg maar, van de afdeling, dat is, kijk, tegenwoordig ziet dat er nu niet meer zo uit. Hè. Tegenwoordig hebben we, dat zijn eigenlijk sociotherapeuten, hebben niet meer dit soort pakjes aan. Toen nog wel, maar dat is het hoofd van die afdeling, Nurse Ratchet, dat is eigenlijk een vrouw die eigenlijk heel goedwillend is naar de patiënten toe, maar ook ontzettend betuttelend tegelijkertijd. Speelt er ook de psychiater speelt een klein rolletje, die zie je in die film ook wel. En een van de vragen ook steeds in de film is van wie is hier nu eigenlijk de baas? En een van de dingen die ik kan verklappen is dat de psychiater eigenlijk niet is. Dat het eigenlijk toch veel meer de verpleging is en met name Nurse Ratched die hier de scepter zwaait. En dat gaat er allemaal goed totdat, en daar begint de film, er een nieuwe patiënt op de afdeling komt. En dat is een wat andere patiënt dan normaal. Dat is Randall McMurphy en dat is een man die komt rechtstreeks van de gevangenis, is die naar de psychiatrische afdeling gestuurd, omdat ze denken dat er toch wel wat meer met hem aan de hand is.
En waarvoor zit hij in de gevangenis? Het is een man die heel veel openbare dronkenschap, vechtpartijen, illegaal gokken. Hij heeft ook een keer seks gehad met een 17-jarig meisje, waarvan hij zei, ja, maar goed, ze zag eruit als 23, dus wat kon ik er aan doen? Eigenlijk een man die een beetje, zeg maar, zou kunnen zien als een veelpleger nu. En in de gevangenis, omdat hij daar zich ook schuldig maakte aan vechtpartijen, dachten ze van dit is mogelijk iemand met een psychopaat, dus laten we hem voor behandeling daar naartoe sturen. Dan is de man ook met een andere kant, want hij heeft ook gevochten in de Koreaanse oorlog en daar heeft hij een onderscheiding gekregen vanwege heldendaad. Dat was ook een man die zijn leven in de waagschaal zette voor anderen, dus ook iemand die daar heel moedig in was. Maar het is ook een man die, en dat heb je natuurlijk, dat zie je eigenlijk al een beetje aan die hele levenshouding die hij heeft. Hij heeft weinig respect voor regels, weinig respect voor hiërarchie. En dat uit zich eigenlijk meteen ook op die psychiatrische afdeling. Dus hij heeft weinig respect voor de verpleging en hij gaat zijn eigen gang. En dat uit zich in allerlei dingen, bijvoorbeeld ook dat hij illegaal gokken bijvoorbeeld. Hij gaat met de patiënten daar gokken die hij gelijktijd een beetje oplicht. Dus hij verdient ook aan ze en Nurse Ratched zegt dat ook in het groepsgesprek wat ze dan hebben van weten jullie wel dat je opgelicht worden door McMurphy? Maar die andere patiënten, zijn medepatiënten, vinden dat eigenlijk helemaal niet erg. Die dragen hem op handen, want het is ook iemand die juist tegen het systeem ingaat en die ze eigenlijk ook daardoor ontzettend bewonderen. Nou, dat loopt op een gegeven moment steeds verder uit de hand, dus op een gegeven moment haalt hij ook vrouwen de instelling binnen en drank. En dat loopt zo uit de hand, want dat vraagt natuurlijk ook actie van Nurse Ratched, de hoofdzuster. En uiteindelijk loopt dat zo op dat hij in een vechtpartij terechtkomt met haar en haar probeert te wurgen, wat gelukkig niet gebeurt. Maar waar wel zij eigenlijk levenslang klachten aan overhoudt. En het gevolg voor hem is dat hij elektroshockbehandeling krijgt en later ook lobotomie en uiteindelijk door een andere patiënt vermoord wordt. Dus het loopt niet goed af, zowel voor de psychiatrie niet als ook voor McMurphy niet. Het interessante nu is dat eigenlijk in de hele film en in het boek nog veel meer, staat er één centrale vraag centraal. En dat is McMurphy nou gek of niet? En daar hebben de patiënten het over, daar hebben de psychiaters het over, die komen er niet uit. En ook de verpleging heeft het erover. En uiteindelijk gaat Nurse Ratched steeds meer denken dat hij inderdaad gek is. En daarom blijft hij daar ook, maar het is een belangrijke vraag. En deze film speelt in 1975, het boek in 1964. Toen was dat ook een belangrijke vraag van is iemand... voldoet iemand aan een psychiatrische stoornis of niet? Sinds 1980 zou iemand wel aan de criteria van een psychiatrische stoornis voldoen. En daar wil ik het met jullie over hebben, van is dat terecht of niet? En hoe zit dat in elkaar? Ik denk voor mensen die niet in de psychiatrie werken... is hoe wij werken, is we hebben een boek, een dik boek, dat heet de DSM-5. En daar staan alle psychiatrische stoornissen in. En dat ziet er ongeveer zo uit. Er zijn een aantal criteria, daar moet je aan voldoen. En als je dat eraan voldoet, dan heb je dus een psychiatrische stoornis. En ik heb hem even, dit was in het Engels, het plaatje, even naar het Nederlands vertaald. En dan zie je hier een aantal kenmerken van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. En we zeggen dan, dat moet je dan vanaf je 15e hebben, maar eigenlijk ook... daarvoor ook al wel wat last van hebben gehad. En als we nou naar McMurphy kijken, dan zie je eigenlijk nou het eerste, want je moet een 3 van de 7 voldoen. Je had moeite met aanpassen aan sociale normen, aan de wethouder, bedriegen, liegen, impulsiviteit, onverantwoordelijkheid, prikkelbaarheid, agressie. Nou, dan zit je daar eigenlijk al zo. Dus nu zou hij heel duidelijk een psychiatrische stoornis hebben, namelijk de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ik introduceer nog een ander filmfiguur. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Dit is Silence of the Lambs. Hannibal Lecter, een psychiater notabene, maar die ook een seriemoordenaar is. En die dus vele mensen vermoord had en op een gruwelijke manier daar genoegen aan beleefde. En hij heeft niet voor niets een muilkorf op. Dat is ook omdat hij ook soms stukken opat van die mensen.
Ook deze Hannibal Lecter voldoet aan de criteria van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dat is ook iemand die daarin past. En dat is een, en dan met wat andere kenmerken, hè, maar het is als je 3 van de 7 kenmerken moet voldoen, en dat kan je uitrekenen, dan heb je 113 mogelijke combinaties waarop je aan deze stoornis kan voldoen. En dat kan dus zo uiteenlopend zijn. En dat is de vraag van is dat handig en is dat goed en rechtvaardig, zeg maar, om het op deze manier deze mensen allemaal bij elkaar te gooien op één hoop. Want op deze manier zijn dus sinds 1980 de McMurphys bij ons in de psychiatrie terechtgekomen. En de vraag is van, gaat dat goed? Zijn we daar blij mee? Ik heb met mijn collega's, die net al even genoemd worden rondom het praktijkboek, Madeleine Rijkmans en Wies van der Bos, hebben we onderzoek gedaan naar van hoe welkom zijn mensen met deze stoornis nu in de psychiatrie. En wat we dan zien, is eigenlijk hele schokkende cijfers, is dat zeker in de reguliere GGZ, is dat eigenlijk maar 12,5% van de behandelaren echt gemotiveerd is om met deze mensen te werken. En de rest is, wil dat eigenlijk niet of is ambivalent. En in de forensische zorg gaat dat beter, maar je moet je bedenken, forensische zorg gaat over mensen die al eens een delict hebben gepleegd. En ook daar is een gedeelte die zegt van ja, liever toch niet met deze mensen. Hoe komt dat? En is dat terecht en is dat een probleem? Er is geen warm welkom, hè, zou je kunnen zeggen, dus in de GGZ. En er worden eigenlijk formeel worden daar verschillende redenen voor gegeven. En wat ik jullie wil laten zien is dat daar eigenlijk geen wetenschappelijke basis voor is. En 3 argumenten die niet kloppen. En het eerste is, er wordt vaak gezegd, en dat zie je dan ook op de sites van psychiatrische instellingen en ook specialistische instellingen voor persoonlijkheidsproblematiek, er is geen evidence-based behandelaanbod aanwezig. En evidence-based behandelaanbod, dat wil zeggen dat er heel veel studies zijn gedaan waarbij mensen een echte behandeling kregen en een wachtlijst of een behandeling die niet werkt, een soort placebo. En dat we dan kunnen zien van als dat vaak genoeg dan die mensen die echte behandeling opknappen, dan is dat bewezen. Maar eigenlijk kunnen we dat nu nog niet zeggen, omdat er veel te weinig onderzoek gedaan wordt. Als we kijken naar onderzoek naar antisociale persoonlijkheidsstoornis, goede gecontroleerde onderzoeken, daar zijn er de afgelopen 10 jaar zijn er 9 gedaan. Terwijl als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de borderline persoonlijkheidsstoornis, zijn dat er 75. Bij depressie zijn dat er 100. Dus dat zijn hele andere aantallen. En in die zin klopt het ook dat dat er nog niet is. Maar wat het ook is, is dat we behandelen binnen de GGZ heel veel mensen met een stoornis waar we ook geen evidence-based behandelaanbod voor hebben. En dan doen we dat wel. Hè. Denk aan dystemie, denk aan de aanpassingsstoornis. Daarvan weten we dat ook niet. En wat we dan doen, is dan gaan we op grond van goed onderbouwd, hè, van theorieën waarvan we weten dat die werken, of deelaspecten waarvan we wel iets van effectiviteit weten, gaan we het toch doen. Dus waarom we nu specifiek voor deze stoornis dat niet doen, dat snijdt eigenlijk geen hout. Tweede argument, wat nog wel eens genoemd wordt, is van als je deze mensen behandeling geeft, het zijn slechte mensen. Als je die in therapie leert hoe je met mensen om moet gaan, dan zouden ze daar misschien veel slechter van kunnen worden. En dat is een aantrekkelijk idee, wat misschien ook in boeken en in films heel aannemelijk lijkt. Er is veel onderzoek naar gedaan. En daar kan ik heel kort over zijn. Er is gewoon geen bewijs voor. Dus daar is keer op keer gekeken en dat klopt niet. En een derde, en die daar word ik altijd heel verbaasd van, want die hoor ik heel veel, is dat er gezegd wordt, ze zijn niet gemotiveerd voor behandeling. En kijk, wat we weten is, deze mensen vragen ook, die melden zich even vaak aan, maar wat we wel zien is dat er veel meer drop-out is. Maar de vraag is van, is dat gek? We hebben net die criteria gezien. Dit zijn mensen die houden zich niet zo makkelijk aan regels, die zijn impulsief, die kunnen niet zo goed plannen. Ja, vind je het logisch dat ze dan die hele logistiek van de GGZ, waar we werken met wachtlijsten, protocollen, vragenlijsten, dat ze dat niet, daar niet aan voldoen. En dan denk ik is de oplossing meer is dat wij natuurlijk als GGZ ons aanpassen aan de stijl van die mensen, dan dat we verwachten dat ze dat doen aan ons. Dus deze redenen kloppen ergens niet. En dan kan je afvragen, wat is dan de reden wel eigenlijk waarom, de achterliggende reden waarom deze mensen zo slecht landen in de GGZ?
Daarom hebben we onderzoek gedaan ook naar van wat vinden behandelaren in de reguliere GGZ voor mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. En wat je eigenlijk in heel veel onderzoek terug ziet komen door de jaren heen, is dat deze mensen roepen heel veel emoties op bij behandelaren. En dat zijn negatieve emoties, dat is angst, maar ook boosheid, verontwaardiging. En wat interessant is, is dat ze hebben onderzoek is er gedaan waarbij gekeken is van als behandelaren van tevoren weten, dit is iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. En er werden ook mensen met zo'n stoornis gestuurd, maar daar werd dat niet gezegd. Dan waar ze van tevoren wisten dat dat etiket erop zat, die mensen werden negatiever beoordeeld en riepen heftiger emoties op dan als dat niet het geval is. Dus op zich, het label zelf is al stigmatiserend. En een andere factor, denk ik, die ik graag wil noemen, en daar gaan we ook nog wat meer op in, is belangrijk om te realiseren dat als je kijkt naar de populatie van mensen met antisociale persoonlijkheidsstoornis, komen veel mensen uit achterstandswijken. En daar ga ik iets over vertellen, ook waar dat ook door komt. Maar dat is een hele andere populatie dan mensen die in de GGZ werken, die allemaal hoog opgeleid zijn, een goed inkomen hebben. Maar bovendien ook vaak wat geëmancipeerd zijn, relatief veel vegetariërs, een beetje linksige mensen. En dat is vaak een hele andere doelgroep, zeg maar, dan mensen die in achterstandsposities zitten. Vaak daardoor minder vertrouwen hebben in de overheid, in maatschappij. En daardoor op een heel andere manier in het leven staan. En dat is natuurlijk ook iets wat ik vaak hoor van cliënten die ik zelf behandel. Hè, die zeggen, goh, wat weet jij daar nu eigenlijk van? Want jouw leven is veel makkelijker. En ik denk dat ze daar ook gelijk in hebben. En ik denk dat we ons als GGZ daar ook van bewust moeten zijn. Dat zo is. Hè. En ook relatief heel veel vrouwen in de GGZ en in de antisociale groep, weten we ook, zijn veel meer mannen met deze stoornis dan vrouwen. En dat wil niet zeggen dat dat helemaal niet kan, maar dat is wel een probleem. En dat is een gemiste kans voor de GGZ. En waarom dat we deze mensen niet binnenhalen, is dat ten eerste heeft deze groep ontzettend veel problemen. En dat zijn aan de ene kant de problemen die voor de hand liggen bij deze groep, hè, verslaving en agressie vanuit die prikkelbehoefte. Maar wat we ook zien is dat er juist veel angst en depressie ook bij deze doelgroep voorkomt. En met name bijvoorbeeld als je kijkt naar angstklachten, 20% van de mensen met deze stoornis heeft ook een angststoornis. Trauma zien we heel veel. Maar het aantal suïcidepogingen, als je het aantal geslaagde suïcides, want dat ligt nog veel hoger, dus het aantal suïcidepogingen is ongeveer 7 keer zo hoog in vergelijking met de normale populatie. Maar geslaagde suïcides ligt de schattingen op 500 keer zo hoog. Dus dit zijn ook mensen vaak, als ze het doen, doen ze het ook goed. En daarnaast werkloosheid, scheidingen. Maar een andere kant is dat van deze mensen die juist grensoverschrijdend zijn, hebben anderen ook veel last. Dus er zijn heel veel huiselijk geweld, criminaliteit komt meer voor. En dat levert ook weer dat andere mensen daar ook weer psychische klachten van krijgen. Dus je zou als GGZ juist heel goed eigenlijk 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan, is als je deze mensen wel zou behandelen. Ik denk dat zou eigenlijk een hele goede vorm van preventie zijn, omdat je op die manier voorkom je eigenlijk een heleboel psychisch lijden. En daarom ben ik heel blij want hoe maak je positieve impact op de maatschappij als GGZ? Dat doe je juist door hierin te investeren. En daarom ben ik erg blij dat GGZ WNB er heeft gekozen om dit juist als speerpunt te nemen. En bovendien is het zo dat er, ondanks dat er nog geen evidence-based behandeling is, dat er heel veel bemoedigende behandelresultaten al wel gevonden worden. En die zijn dan nog niet zo grondig onderzocht dat we echt kunnen zeggen dat heeft het hoogste stempel. Maar ze moedigen wel aan van, hey, er is meer mogelijk bij deze doelgroep dan we denken. En dat is ook wat we in ons boek beschreven hebben. We willen het ook toegankelijk maken. De vraag is ik kwam net op van god, sinds 1980 gooien we eigenlijk al deze mensen op één hoop en hebben gezegd van god, en hebben we de antisociale persoonlijkheidsstoornis op deze manier gedefinieerd.
hoe komt dat? Hoe is dat nu eigenlijk? Want eigenlijk is dat nog niet zo lang. Hoe is dat tot stand gekomen? Dan ga ik eerst even terug naar hoe het vroeger was. En vroeger is zeg maar de DSM, die handboeken voor de psychiatrie, daarvoor. En de eerste is uit 1952 en de tweede uit 1968. En die lijken best wel op elkaar wat de antisociale persoonlijkheidsstoornis aangaat. En je hebt eigenlijk twee types hebben ze onderscheiden. En de eerste is, zeggen ze, dat zijn mensen die altijd problemen veroorzaken en nergens van leren. Maar wat een heel belangrijk kenmerk is, is dat ze zeggen, dit zijn mensen die emotioneel koud zijn en die zijn alleen gericht op eigen behoeften. Dus daar zit heel duidelijk een affectieve component in, hè, waar mensen dus eigenlijk weinig empathie voelen. En dat is heel erg gerelateerd aan het begrip psychopathie. En wat er als waarschuwing ook daarbij staat, een strafblad alleen is niet genoeg om die diagnose te geven. Want dat is eigenlijk alleen maar gedrag en je moet juist kijken naar die affectieve component. En het tweede, wat er tot die tijd nog was, was de dissociale reactie. En dat gaat over mensen waarvan ze zeggen, die houden zich ook niet aan allerlei grenzen, die hebben ook allerlei problemen. Maar dat zijn wel mensen die het eigenlijk met elkaar heel gezellig kunnen hebben. Want die sociale loyaliteit gaat eigenlijk alleen geldt binnen de groep zelf. En het leuke is dat ze daar dan ook in die tijd nog allerlei voorbeelden van gaven. Dus ze zeiden, denk aan afpersers, oneerlijke gokkers, prostituees en drugshandelaren. Dat soort mensen. Maar het meest interessante, vind ik, is dat er heel duidelijk in dat psychiatrische handboek stond, dit is geen psychiatrische stoornis. Dus er werd een onderscheid gemaakt tussen mensen die grensoverschrijdend zijn met wel een stoornis en mensen die weliswaar allerlei vreemd of een grensoverschrijdend gedrag laten zien, maar geen stoornis hebben. En dan is de vraag ook, waar zou zo iemand als McMurphy dan in terechtkomen? Is dat iemand die eigenlijk door het milieu waar die is opgegroeid dit soort gedrag laat zien? Of is het ook iemand die, en dat is natuurlijk de vraag van de film ook, is die nou gek of niet? En ik denk dat er heel veel kans is dat die voor die tijd bij de dissociale reacties zou komen. Hoe is dat nou tot stand gekomen? Hoe is dat idee, zeg maar, van om deze problematieken allemaal op één hoop te gooien? Dan is het soms goed is om afstand te nemen van je eigen vakgebied, om jezelf beter te begrijpen. En ik ben ontzettend gefascineerd geraakt door het werk van Bruno Latour. En hij was een antropoloog en hij heeft eerst stammen bestudeerd in Ivoorkust. En later kwam hij op het idee, in de jaren 70, weet je wat ik ga doen? Ik ga wetenschappers bestuderen in het Westen. En hij is naar een biotechnisch laboratorium in San Diego, echt een topinstelling is die gegaan. En daar is hij 2 jaar lang is die daar gewoon gekeken wat doen die wetenschappers en hoe gaat dat eigenlijk wetenschap? En het is echt fascinerend, omdat wat hij vooral liet zien is dat wetenschap eigenlijk niet alleen gaat over wetenschappelijke feiten. Dat het niet ging eigenlijk ook om welk stofje werd ontdekt en hoe het precies werkte. Hij ontdekte vooral dat het heel veel ging ook om politiek. Dus dat het heel veel uitmaakte van als jij een bepaald idee had of een bepaalde vinding had gedaan, wie kreeg je mee in dat soort, in het idee dat dat klopte? Kon je coalities aangaan, maar ook kon je bepaalde mensen die iets anders dachten een beetje op een zijspoor zetten? En hij zei dus, en hij noemt dat ook zelf de constructie van wetenschappelijke feiten. Het gaat, politiek is een heel belangrijk aspect. En het is niet alleen feiten, natuurlijk een feiten blijven feiten. Maar of ze het halen en wie daar de eer voor krijgt, daar zit heel veel politiek aan vast. En ik maak dat uitstapje omdat we weten gelukkig door een hoogleraar sociologie in Edinburgh, Martin Pickersgill, die heeft onderzoek gedaan naar de werkgroep die de antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft vastgesteld in de DSM-3 van 1980. En hij heeft daarvoor toegang gekregen tot de archieven en waarbij die alle notulen, maar ook notities van telefoongesprekken, correspondentie tussen verschillende mensen, is die allemaal gaan bestuderen om te kijken van hoe zit dat in elkaar. En dan gaan we eigenlijk het gelijk van Latour zien dat daar eigenlijk dat
ook mensenwerk is. En dat speelde ook, in die tijd was ook, want die beschrijvingen die ik ook net liet zien van hoe het daarvoor was, dat waren eigenlijk een soort vignetten, dat was een beetje globaal beschreven. En dat vonden ze in die tijd, waarin we meer empirisch gingen kijken, vonden we dat eigenlijk niks. En Robert Spitzer, een psychiater, hoogleraar, werd gevraagd van kunnen we die DSM-3 niet wat anders vormgeven? En ook dat het wat objectiever is en dat iedereen op dezelfde manier die stoornis waarneemt. En wat hij deed, hij formeerde daar een groepje voor en hij was zelf voorzitter. En hij haalde daar mensen bij die hij zelf aardig vond en mensen ook waar hij eerder mee gewerkt had. Dus als je kijkt naar de achtergrond van die groep, en belangrijker daarvan was Lee Robbins. Lee Robbins was een socioloog en had een boek geschreven, Deviant Children Grown Up. Haar man zat ook in diezelfde werkgroep. En dat waren eigenlijk allemaal mensen die op dezelfde manier naar het probleem keken. En op zich is daar niks mis mee. Maar er was ook een andere groep. En dat waren vooral de mensen die onderzoek deden naar psychopathie. En dat waren eigenlijk wat meer analytici. En dat was iets wat die nieuwe groep eigenlijk niet zo aansprak. Dat is met name Irvin Kleckley, een man die The Mask of Sanity heeft beschreven. En dat was toen heel erg beschrijvend en nog niet zo concreet. Maar eigenlijk is dat begrip naderhand door de Robert Hare is dat eigenlijk heel concreet en ook veel meetbaarder uitgewerkt. Maar deze groepen lagen elkaar eigenlijk niet zo. Dus zij zaten er gewoon niet in. Dus het is eigenlijk een soort politieke formatie ook, hè, van zit je erbij, mag je meepraten of niet. En daar waren mensen, en John Lyon is er een van de psychiaters die zeiden van, je gaat zo de verkeerde kant op. En er is heel veel correspondentie, brieven en notities van telefoongesprekken dat John Lyon zei van, kijk uit, je gaat nu, als je dit doet, ga je eigenlijk een heleboel mensen die bijvoorbeeld uit zwarte achterstandswijken komen, die ga je dadelijk het label geven van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. En dat valt niet goed. En zeker in die tijd had Robert Spitzer al een ander probleem, namelijk dat homoseksualiteit nog steeds een psychiatrische stoornis was. Heel veel kritiek gekregen, dat is er in 1980 overigens uitgegaan onder veel druk. Maar John Lyon zei van, we moeten uitkijken dat we dit niet ook met de antisociale persoonlijkheidsstoornis gaan krijgen. Het is bekend dat op de avond voordat de definitieve knoop werd doorgehakt, dat er nog heel veel gebeld werd. En even voor mijn kinderen, dat apparaat daar, dat is een telefoon. Dat is in die tijd zo. En op de avond zelf heeft Robert Spitzer nog aan de werkgroepleden voorgesteld van, zullen we niet een sociaal type en een ondergesocialiseerd type maken, om toch dat onderscheid eigenlijk een beetje tussen psychopathie en antisociaal door omstandigheden te maken. Maar het heeft het niet gehaald. En sindsdien zitten we dus sinds een jaar of 40 nu met de huidige definitie. En ik denk als je kijkt, en daarom wilde ik dit laten zien van hoe werkt zo'n proces nu, hoop ik dat jullie zien van ja, dit is inderdaad wat Bruno Latour bedoelde. Van dit is mensenwerk. Hè. Dit is ook van wie mag je en met wie kun je opschieten en wie betrek je er wel bij en wie niet, hoe iets tot stand komt. En wat zijn de gevolgen daarvan? En een van de aspecten die Pickersgill ook in zijn onderzoek beschrijft, is een proces wat path dependency heet. En dat betekent als bepaalde constructen met elkaar verbonden zijn geweest door de historie, is dat eigenlijk altijd een beetje in het denken blijft hangen. En dat is denk ik wat we ook veel zien, en dat zie je ook aan die heftige reacties van behandelaren op antisociale persoonlijkheidsstoornis. Is bij antisociale persoonlijkheidsstoornis moet je ook altijd een beetje denken aan psychopathie. Dus je ziet McMurphy voor je, maar je denkt toch ook een beetje aan Hannibal Lecter. En dat is iets wat stigma oplevert. Een ander fascinerend iets is dat de term psychopathie wordt nog steeds gebruikt. En heel veel, zowel klinisch, maar ook in de wetenschap. Eigenlijk heel veel wetenschappelijke artikelen gebruiken dat. Dus in die zin is eigenlijk de missie die de commissie had om nu een soort eenduidigheid te krijgen van we gebruiken allemaal die term op dezelfde manier, is eigenlijk niet gelukt. In de praktijk blijft dat bestaan en blijkbaar is dat omdat er gewoon ook
een behoefte aan is. Blijkbaar is zowel voor klinici als wetenschappers het idee, dat zijn eigenlijk verschillende groepen. Ander belangrijk punt is dat inderdaad, als je kijkt naar van hoe vaak wordt antisociale persoonlijkheid gediagnosticeerd, komt dat in achterstandswijken veel vaker voor, terwijl dat bij psychopathie niet zo is. Dus dat is ook veel kritiek die we vanuit de sociologie bijvoorbeeld op de psychiatrie krijgen, dat het daarom stigmatiserend is. En een belangrijk bezwaar wat ik ook onder de aandacht wil brengen, is dat de oplossingsrichting voor bepaalde problemen is, als je definieert ook als een stoornis, als een mentale stoornis, en dat staat in een handboek voor psychiatrie, wordt ook je oplossingsrichting, ga je dan zoeken in behandeling, in medische behandeling. Zo wordt het ook betaald. En dat betekent dat je al gauw gaat denken aan praten en pillen, maar dat is tegelijkertijd ook een enorme beperking. Interessant is ook eens dat Robert Spitzer zelf, dus vele jaren later, in 2007 geïnterviewd werd door de BBC en zelf heeft gezegd, ja, we hebben eigenlijk een enorme fout gemaakt. Want wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk alleen maar gekeken naar gedrag en niet naar de context waarin dit gedrag ontstond. En daardoor hebben we eigenlijk een heleboel problemen hebben we gemedicaliseerd ten onrechte. En dat is het bijzondere, degene die het bedacht heeft, die denkt er inmiddels al heel anders over, maar het systeem, het denken in DSM, in dit soort stoornissen, gaat nog steeds door. En eigenlijk leren we altijd van, je moet denken in het biopsychosociale model, zou je kunnen zeggen, is die sociale kant er te veel uitgevallen? Zijn we vooral in het biopsychologische blijven definiëren? En dat is denk ik nu een enorme beperking. En dat wil ik laten zien door wat meer in te focussen op de maatschappelijke context. Als we kijken naar onderzoek wat is gedaan naar wat het wonen in bepaalde wijken voor invloed heeft op hoe mensen functioneren, dan zien we dat verloedering en onveiligheid leidt tot meer wantrouwen. En wantrouwen is een belangrijk kenmerk ook van veel mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek en agressie. Daarbij een ander iets wat uit onderzoek komt, is dat mensen die in armoede leven, dat is een mooi onderzoek waar mensen dan ook, ik vind het ook altijd knap hoe ze het voor elkaar krijgen, dan allerlei intelligentietestjes moeten doen, problemen oplossen. Zien we naarmate mensen meer in armoede leven, is dat hun probleemoplossingsvermogen ook minder wordt. En dat is ook dan wat je dan ziet van waarom doen arme mensen soms domme dingen. Ja, dat is ook omdat armoede ook nou eenmaal die invloed heeft op hoe het brein functioneert en op hoe je dingen kunt overzien. En een ander punt is dat sociaal-maatschappelijke omstandigheden kunnen ook leiden tot het ontstaan van specifieke subculturen en bepaalde opvattingen ten aanzien van antisociaal gedrag. En dat is een volgend onderwerp waar ik wat dieper in wil gaan. En dat is eigenlijk de straatcultuur, de code of the street. En daar is indrukwekkend onderzoek naar gedaan door Ilaya Anderson. Dat is een hoogleraar sociologie in Yale, die met name in achterstandswijken heel veel onderzoek heeft gedaan. Heel veel mensen heeft gesproken, geobserveerd. En waar hij op uitkomt is die code of the street. Hij zegt dat gaat over... Mensen hebben een bazaal gevoel van onveiligheid. Niemand is te vertrouwen. En wat je moet doen in zo'n omgeving is eigenlijk zorgen dat je overleeft door te zorgen dat je geen zwakte laat zien. Want dan word je gepakt, dan ben je kwetsbaar. Dus mensen moeten steeds respect tonen naar jou. En als er gebrek is aan respect, dan reageer je altijd met fors geweld, zodat jij laat zien, jij bent niet degene die ze kunnen pakken. En wat ik met name, het is eigenlijk een soort survival of the fittest subcultuur krijg je dan. Het meest interessante zelf vond ik is dat hij vond ook dat mensen die zelf uit zichzelf eigenlijk niet zo geneigd zijn tot agressie en gewelddadig gedrag, dat die het zelf ook aangaf dat ze het noodzakelijk vonden om zich aan te passen aan die straatcultuur, omdat ze het anders ook zelf slachtoffer zouden worden. Dus daar is een verschil ook in gedrag en hoe mensen van binnen zijn.
En ook, hij heeft ook veel onderzoek, en hij maakt dan een onderscheid tussen street families en decent families. En hij laat ook zien, is dat naarmate de decent families, de nette gezinnen, meer in contact komen met de street families, zij meer druk voelen ook om zich aan te passen aan die straatcultuur. En daar zie je dus eigenlijk ook vanuit een heel andere hoek antisociaal gedrag verklaard zou kunnen worden. En hij heeft vooral laten zien dat dat natuurlijk vooral bepaalde bevolkingsgroepen zijn die daar veel meer last van hebben. En ik geef graag altijd tips mee, maar als je het van binnenuit een keer goed wil zien, er is een prachtige documentaire van James Toback over Mike Tyson, die daar echt geweldig over vertelt, over hoe zijn leven in zo'n wijk, en hoe hij eigenlijk ook als een hele gevoelige jongen, hoe dat hem heeft veranderd. Een aanrader. Dan is die straatcultuur, heeft ook een enorme impact gekregen op een andere manier. En ik moet zeggen, daar ben ik afgelopen zomer ben ik met mijn gezin op vakantie geweest. En heel vaak zat mijn zoon naast me in de auto en die vroeg dan altijd van, goh, pa, mag ik een muziekje opzetten? En dat mocht. En ik moet zeggen dat ik daar wel soms van schrok. Er zaten hele mooie dingen bij, maar ook een heleboel teksten. En dat was heel veel bijvoorbeeld drill rap. Waar ik ook eens weinig van begreep. Dus ik was ook blij dat hij dat voor me vertaalde. Maar daar zaten een aantal elementen in. Die gingen met name over respect. Het ging over het leven van vooral drugsdealen en criminaliteit. En dat eigenlijk ook wat verheerlijken. Want dat was ook de manier om te overleven. Snel geld, bendeleven. Vrouwen die eigenlijk gezien worden als seksuele statusverhogende objecten. En vooral ook het gevoel geen andere aansluiting vinden bij de maatschappij. En deze dingen komen eigenlijk helemaal overeen, ook met wat Elijah Anderson beschrijft in zijn onderzoek naar de straatcultuur. Alleen interessant is doordat dat nu ook in de muziek terecht is gekomen, en muziek die ook voor iedereen beschikbaar is, is dat dat ook veel meer impact op onze maatschappij kan hebben. Dus dat bereik is veel groter geworden en dat heeft daardoor ook veel meer impact op families die eigenlijk zelf niet in zo'n straatcultuur leven. En aangrijpend vond ik het verhaal van een ex-crimineel Koorde, een Rotterdamse rapper, die daarover vertelt hoe zijn leven is geweest en ook hoe hij er overigens weer uit is gekomen. Maar waarvan je ziet dat de invloed van de straatcultuur, want ook rapper Koorde kwam eigenlijk uit een goed gezin, waar geen onveiligheid was, maar hoe dat mensen wel tot keuzes kan brengen die behoorlijk extreem zijn. En dus tot een heel ander gedrag. En dan ook de vraag van, als je dit soort jongens die je dan tegen gaat zien, en we hebben natuurlijk in het nieuws komt het heel veel voor, is dan de vraag van, als je die dan naast de DSM gaat leggen, heel snel zou je ook erachter komen dat die voldoen aan de criteria van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. En ik heb heel sterk de twijfel of ze daar allemaal ook aan zullen, of ze ook allemaal echt gestoord zijn, of dat er ook niet allemaal of allerlei sociale omstandigheden ook een rol spelen. Dus ook hier denk ik, eigenlijk moeten we weer die balans terugbrengen. Ik wil nog een ander punt kort noemen. Waarom worden er eigenlijk voor dit soort problemen, waar we zien dat er eigenlijk ook zo'n sociaal aspect in zit, waarom worden de problemen zo vaak gezocht in de psychiatrie, de oplossingen daarvoor? En ook daar heeft Pickersgill onderzoek naar gedaan. En dat gaat over de dangerous and severe personality disorder. Dat is ook iets wat in de psychiatrie niet bestaat, maar wel bij de overheid. En dit gaat over de Britse overheid, die dat als een groot maatschappelijk probleem zagen. Een beetje vergelijkbaar met de TBS-kliniek die wij hebben. En wat er gebeurt is, als er zo'n maatschappelijk probleem is, is dat de overheid komt onder druk te staan van kamervragen. Die vragen van, goh, wanneer gaan jullie eraan doen? Hè? En hoe gaan jullie dat oplossen? Dus zij willen daar graag iets aan doen. En het middel wat zij hebben, en in Nederland speelt hetzelfde eigenlijk met de kwestie verwarde persoon. Hè? Ook zo'n term die niet uit de psychiatrie komt, maar uit de politiewereld en waar de politiek een oplossing voor zoekt.
En wat de overheid wel heeft, is die hebben geld. Hè. Dus ze kunnen wel zeggen, we besteden zoveel miljoen daaraan. En wat Pickersgill in zijn onderzoek heeft laten zien, is dat de GGZ, en dat gaat dan over de GGZ in het Verenigd Koninkrijk, maar dat zou eigenlijk hier net zo goed zien we hetzelfde proces, is dat eigenlijk de meeste professionals zeggen van, eigenlijk kunnen we dit niet en hebben we eigenlijk nog niet genoeg in handen. Maar er is een kleine groep die zegt, nou ja, laten we het toch wel proberen. En dat de overheid eigenlijk heel blij is dat dat gebeurt. Want dan kunnen zij zeggen, we kunnen er iets aan doen. En er ontstaat een dynamiek waarbij delen zeg maar, van in de psychiatrie zich ook weer kunnen ontwikkelen en nieuwe dingen kunnen bedenken. Maar er blijven ook heel veel mixed feelings over. Omdat het ook een groot probleem is en ook de vraag is of de behandeling wat wij doen in de psychiatrie ook de totale oplossing is. Of dat ons ook niet eigenlijk veel te veel beperkt. En ook hier dus weer, denkend aan Latour, het is mensenwerk. Het betekent dat er ook door belangenlobby's, toevallige dingen, keuzes die gemaakt worden, waarheden op een bepaalde manier geformuleerd worden, terwijl je daar erg, het zijn sociale constructies, zo denken we nu dat het in elkaar zit, maar je zou daar sterk je vraagtekens bij kunnen zetten. En ter inspiratie wil ik iets anders laten zien, want het kan ook anders namelijk. En dat is zoals net gezegd werd, ik werk ook voor een deeltje van mijn tijd bij landelijk steunpunt extremisme. En daar zie je eigenlijk hetzelfde probleem. Het is een groot maatschappelijk probleem. De overheid zoekt oplossingen daarvoor. Er is een hele onduidelijke relatie tussen psychopathologie en extremisme. Dus we zien, je kan niet zeggen, want als iemand een bepaalde stoornis heeft, wordt hij extremist. En niet iedere extremist heeft last van psychopathologie. Eigenlijk niet. Alleen het voordeel daar op dit vakterrein is dat er nog geen discipline is die dit helemaal claimt. En dat betekent dat we in de praktijk eigenlijk samenwerken met allerlei mensen. Dus dat zijn zowel imams, geesten, wetenschappers, dat zijn veel meer maatschappelijk werkers. En dat we veel meer kijken van, en ook wel psychologen en psychiaters, maar veel meer kijken van wat voor mogelijke oplossingsrichtingen hebben. En niet dat het daar ideaal is. Ik denk dat ook zij weer dingen kunnen leren juist van wat wij in de psychiatrie ontwikkeld hebben. Maar het geeft wel aan dat je op die manier je oplossingsrichtingen voor dit soort complexe vraagstukken groter houdt. En goed, daar moeten we het dus terug. Even kijken. Goed, als we dan gaan naar oplossingsrichting. Ik denk dat er globaal zeg maar, een aantal dingen zijn waar je aan kan denken waar het beter zou moeten. Ik denk ten eerste is denk ik dat het oplossen van deze problematiek ook een politiek probleem is. Want dit gaat ook over samenhang in wijken. Dit gaat ook over vertrouwen van mensen in instanties. En ook bijvoorbeeld de keuze of een overheid investeert in preventie of niet. En ik denk juist bij deze groep zou ik juist heel erg daarop inzetten. Daarnaast is het belangrijk om dat de reguliere GGZ meer doet. Deze mensen komen nu als ze iets gedaan hebben in de forensische GGZ, maar we weten ook dat ze zich heel vaak aanmelden in de reguliere GGZ en dan weinig toegang hebben. Dit is onze kans om maatschappelijke impact te hebben en juist iets met deze moeilijke doelgroep te doen. En misschien moeten we dat wel anders doen op een andere manier. Meer rekening houden met die leerstijl en meer gebruik maken ook van de inzet van de ervaringsdeskundigheid. En we kunnen het niet alleen, we zullen ook veel meer juist met al die sociale partners dat moeten doen. En tenslotte de wetenschap. Veel meer terug naar het biopsychosociale model. En daarom moet de psychiatrie ook denk ik weer veel meer samen gaan werken met niet alleen met klinische psychologie, maar ook met de sociale psychologie, sociologie en antropologie. In vogelvlucht even een aantal dingen waar we nu mee bezig zijn. En één is dus die differentiatie binnen de antisociale doelgroep is heel erg belangrijk. En daar zijn we met, je zou kunnen zeggen, moeten we terug naar de DSM-1. Nou ja, ik denk, je gaat natuurlijk nooit meer helemaal terug naar vroeger. Maar wat wel belangrijk is dat we wel gaan kijken van hoe kunnen we op een manier weer onderscheid maken tussen mensen die min of meer wel een psychische stoornis hebben en mensen die ook veel meer sociale problematiek hebben. Daar werken we nu aan met een onderzoek van Brenda de Visser, promotieonderzoek, samen met Madeleine Rijkmans en professor Jeroen Vermunt. Ik denk heel belangrijk dat dit gebeurt. Tweede is, ik heb het heel veel gehad over de context van waarin gedrag plaatsvindt. Dus ook het onderzoek moeten we veel meer richten op de context.
Heel blij ben ik dat we met David Proost in samenwerking met Daan Weggemans uit Leiden onderzoek doen naar hoe mensen uit extreme netwerken zich terugtrekken. En we kijken dan hoe dat gaat bij bendes bijvoorbeeld en kijken van wat kunnen we dan leren voor mensen die in een jihadistisch of extremistisch netwerk zitten. Prachtig onderzoek waar we net mee gaan beginnen is van Matthijs Hamakers promotieonderzoek, waar we gaan kijken juist hoe we het sociale netwerk op een positieve manier in kunnen zetten en kunnen zorgen dat we een steunend netwerk om iemand heen kunnen brengen, zodat iemand ook alternatief heeft, andere manieren heeft om problemen op te lossen. Dat doen we met Niels Mulder uit Rotterdam. Zijn we op zoek naar andere behandelmogelijkheden. Dus wat als ze dan in de GGZ komen, wat kunnen we dan wel doen? Belangrijk onderzoek daarin is het promotieonderzoek van Carola van Tilburg, waar we kijken naar de behandeling van agressieproblematiek, maar ook wat is dan de invloed van trauma bij deze mensen. En ook hoe doen therapeuten het eigenlijk? Wat doen ze nu in zo'n behandeling? We nemen een heleboel sessies op, luisteren we om te kijken van wat kunnen we daarvan leren. Ander onderzoek van Latifa Siamer, waar we kijken naar radicalisering in de GGZ, van hoe kun je dat herkennen en vervolgens wat zou je daarmee kunnen doen. We hebben een programma Impulsive Lifestyle Coaching met Deense collega's, waar we vooral kijken naar juist de impulsieve mensen onder deze doelgroep, hoe zouden we dat kunnen doen. En we zijn bezig met nieuwe technologieën, met name virtual reality is denk ik een kansrijke manier, zeg maar, om mensen op een andere manier, en dat we echt kunnen leren en mee kunnen kijken met hoe zij dingen zien, leren op een andere manier met situaties om te gaan. Dan zijn er onderzoeken waarbij we leren van hoe kunnen we die therapeuten beter aan laten sluiten. Promotieonderzoek van Janneke Aerts wil ik noemen. We kijken naar de therapeutische relatie met mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Met Sabine van Tiel onderzoeken we van waarom is de ene therapeut beter dan de ander. Want we zien ook dat er enorme verschillen zijn in effectiviteit tussen behandelaren. En met Matthäus Arts zijn we onderzoek. We kijken eigenlijk naar een hele specifieke groep. En dat gaat over ouderen. En we zien dat er steeds meer ouderen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek in afhankelijke situaties in tehuizen komen. En dat ontzettend lastig is om daar mee om te gaan. Dus ook deze teams willen we tools geven van hoe zou je dat anders kunnen doen. En als laatste onderzoeksgebied, voordat ik naar mijn dankwoord ga, is de inzet van ervaringsdeskundigen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb net iets verteld over die verschillende sociale groepen, de verschillende achtergronden die er zijn. En ik ben heel trots op de projecten die we met ervaringsdeskundigen doen en hoeveel belovend die zijn. We hebben Mannen tegen Agressie. Maar we zetten ze ook veel meer in nu bij de behandeling, ook het begin van de behandeling. Maar ook ben ik heel trots is dat een ervaringsdeskundige zelf ook een promotieonderzoek doet naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie. En ik, dit is problematiek waar een enorm stigma op zit. He, dus waar mensen vaak allerlei vooroordelen over hebben. En daarom was ik erg onder de indruk dat ook een aantal van de ervaringsdeskundigen zelf de media hebben gezocht. Vandaar dit krantenartikel over de mannen tegen agressie, die juist zelf naar buiten zijn getreden om te laten zien van er is hoop. Hè? Als je er iets aan wil doen, dan kan dat ook veranderen. En ik denk dat we van dit soort dingen vooral moeten hebben. Dan ben ik aan mijn dankwoord toegekomen. En daar wil ik beginnen natuurlijk als eerste Tilburg, de Universiteit van Tilburg en het departement Transo. Ik ben heel erg dankbaar voor het vertrouwen wat in mij gesteld is om deze functie te bekleden en dit onderzoek te mogen doen. En ik wil ook mijn waardering uitspreken, met name en ik denk eigenlijk dat dat voor heel Tilburg University geldt, maar ik ken dat bij Transo natuurlijk het beste is. Dat is zo'n smeltkroes tussen praktijk en wetenschap en ook waar eigenlijk die verschillende bronnen zo gelijkwaardig zijn. Dat is geen ivoren toren, dat is echt wetenschap in de praktijk en dat is heel inspirerend en bovendien ook hele fijne collega's. Dus dank dat ik daar ook mijn werk mag doen. Heel veel dank aan GGZ Westelijk Noord-Brabant, want jullie hebben de leerstoel ingesteld. En
ik werk al heel lang bij jullie. En dit is een hele prettige werkgever waar je ook heel veel kansen krijgt. En waar de werksfeer over het algemeen heel goed is. Maar waar ik erg blij mee ben, is dat jullie de laatste jaren dat er een andere visie is gekomen. Waarin academisering eigenlijk nog een grotere plek heeft gekregen. En opleiding en onderzoek heel belangrijk zijn geworden. En dan nog wel eens voor deze doelgroep. En ik denk dat is ook lef, hè? Want veel GGZ zijn hier juist bang voor en wij doen dat toch maar. En daar wil ik vooral toch een paar mensen noemen. Daar wil ik Jean-Luc Klompenhauer noemen, ik wil Ineke Strijp noemen en Els Govers. Dat zijn met name de mensen die dit hebben doorgezet. Heel veel dank daarvoor. En natuurlijk, dit werk doe je vooral met elkaar. Dus ik ben vooral dankbaar ook voor alle collega's waarmee ik ook in de praktijk met deze mensen aan de slag ben. En ook heel veel mensen die onderzoek met mij doen, die allerlei projecten opzetten. Ik kan onmogelijk iedereen daarin noemen, maar er is er eentje die ik toch wel zou willen noemen. En dat is Esther Martens. We zien samen heel veel moeilijke mensen. En nou, dat is een plezier om te doen, maar vooral ook door jouw creativiteit, je out-of-the-box kunnen denken. En dat levert heel veel op. Ik denk, we hebben er samen ook een mooi hoofdstuk over geschreven. Maar heel veel inspiratie. Dank daarvoor. Dan wil ik mijn collega's bij het Landelijk Steunpunt Extremisme bedanken. Want dat is een antisociale doelgroep die eigenlijk weer op een hele andere manier in elkaar zit. En wat ik zo prettig bij jullie vind, is het is buiten dat het een heel warm team is, jullie zijn ook zo super gespecialiseerd. Dat het ook iets is waar ik zelf ook heel veel van leer. En waar ik dus heel dankbaar voor ben dat ik je daarbij mag horen. Dan wil ik danken het kennisnetwerk persoonlijkheidsstoornis. Hebben het platform antisociaal gedrag. En dat is eigenlijk waar we op landelijk niveau met professionals die daarin gespecialiseerd zijn, proberen de toegang tot de zorg voor die doelgroep te vergroten. En daar werk ik vooral samen met Madeleine Rijkmans en Wies van der Bos. En wat het gaat, zijn jullie daar echt maatjes in, zeg maar. Zijn jullie, is een soort gezamenlijke strijd die we voeren om deze situatie te verbeteren. En met name met jou, Madeleine, werk ik heel veel samen, hebben we heel veel projecten gedaan, hebben ook heel veel inspirerende gesprekken over ons vak. En dat is, en daar komt ook vaak altijd weer iets uit, een of ander project. En ja, dat vind ik heel mooi. En bovendien heb je ook nog mijn oratie tegengelezen. Ook heel veel dank daarvoor. Dan wil ik, want het is niet alleen maar werk, dan wil ik eigenlijk ook mijn vrienden bedanken. Want ook mijn vrienden die zijn er voor me, die hebben eigenlijk in al deze stappen, zeg maar, met me meegeleefd, kan ik ook altijd mijn gedachten en ook mijn twijfels en onzekerheden delen. En daarom ook heel veel dank aan Ilko, Koos en Kees. Heel erg bedankt voor jullie vriendschap, ik geniet daar heel veel van. Dan wil ik mijn moeder bedanken. Daar begint het natuurlijk allemaal mee, met je opvoeding. En ik denk, je hebt me op een manier opgevoed dat ik me altijd heel vrij en gestimuleerd heb gevoeld. Geen druk. Maar dat is juist waardoor ik heb kunnen ontwikkelen wie ik ben. Dus ik ben heel blij dat je er bent. En heel veel dank daarvoor. En dan ga ik nu naar de mensen die het allerdichtst bij me staan, mijn gezin. En jullie hebben al iets gehoord over mijn zoon Micha, hoe die eigenlijk heel in sterke mate heeft bijgedragen aan deze oratie door me kennis te laten maken met drillrap en de straatcultuur en daarin heel goed heeft kunnen vertalen. Maar hij heeft nog iets heel belangrijks gedaan, is dat iets wat misschien niet iedereen weet, maar deze toga's, die zien er aan de buitenkant, zijn ze allemaal hetzelfde, hè, afhankelijk van welke universiteit je bent. Maar de binnenkant, daar mogen we helemaal in losgaan. Dus daar mag je eigen ontwerp doen. En Micha zit op het Grafisch Lyceum in Rotterdam, studeert daar. En ik heb hem gevraagd om het ontwerp van mijn toga te maken. En dat heeft hij werkelijk heel goed gedaan. En ja, ik zou een keer moeten flashen, maar bij de borrel, wie weet. Maar ik zal het in ieder geval laten zien en ik ben er heel blij mee. Dus Micha, heel erg bedankt daarvoor. Ik ben heel erg trots op je. Dan Caro, mijn dochter.
Wij hebben ook iets met dit onderwerp, maar eigenlijk weer op een heel andere manier. Wij kijken, en zeker als Misha uit is en als mama al wat eerder naar bed is, dan kijken we heel veel series over seriemoordenaars, films over allerlei enge dingen. En daar geniet ik ontzettend van. En niet alleen de film zelf, maar vooral ook de gesprekken die we er daarna over hebben. Want je hebt een hele originele manier van denken en kijken naar dingen. En je wilt ook later psychologie gaan studeren. Ik denk dat dat goed bij je past. Maar goed, je moet het allemaal zelf weten. Maar wie weet, hè, lopen we hier ooit nog wel eens in Tilburg samen rond. Maar wat je ook gaat doen. Ik ben heel erg trots op jou ook, op wie je bent en wat je kan. Heel erg dank daarvoor. En tot slot, Ildiko. We hebben zoveel plezier samen. En ja, jij steunt me op, je bent er voor mij op zoveel manieren. Ik ben een workaholic, ik verdiep me graag in allerlei dingen, maar jij bent iemand die ruimte kan geven, maar ook zorg dat ik erbij blijf en dat ik ook weer ontspan en leuke dingen doe. En ja, dat is echt geweldig. Ik ben een geweldige vrouw. Ik hou van je. Dank. Dames en heren, dank voor jullie aandacht. Ik heb gezegd. Wat ben ik blij voor onze universiteit. Dat jij voor ons koos. Ik hing aan je lippen. En ik niet alleen. En ik denk dat onze studenten een hoogleraar in hun midden mogen verwelkomen waarvan we zoveel kunnen leren. Ik ken die film ook nog. Met dat mooie moment dat ze de boot opgingen, illegaal, ze waren ontsnapt. En een van zijn collega-patiënten tegen hem zei, maar dat mag toch helemaal niet. En toen zei Jack Nicholson, maar we zijn toch gek? En Bruno Latour, voor degenen die hem niet kennen, ga hem lezen. En niet alleen in de sociologie relevant, maar La Fabrique du Droit, over de Franse Raad van State, is op zijn minst zo'n onthullend inkijkje in de wereld van het recht als dat andere boek was in de wereld van het laboratorium. Wetenschap is mensenwerk. Maar daarmee heeft hij bepaald nog niet alles gezegd, dat weet je ook Arno, zoals ook jouw reden aan een einde komt, maar het verhaal natuurlijk nog lang niet af was. En wat mooi dat je je familie zo in je dankwoord betrok. En ik heb een preview gehad, Misha, en het is fantastisch mooi. Nou, voorziet een academisch ritueel niet in allerlei rare dingen met een toga op het podium, maar ik zou zeggen, hier buiten zo dadelijk, ga uw gang. Alhoewel Jack Nicholson het gewoon hier zou hebben gedaan, zou ik hebben gedacht. Maar ik respecteer uiteraard ons academisch ritueel. Er hoort ook bij dat ik bloemen heb. En ik wil de pedel vragen die even aan te reiken. En ik zou zeggen aan de familie. Waarbij de moeder is inbegrepen. Als dank voor jullie aanwezigheid hier en de grote waardering voor het werk van Arno, waarin jullie met de bloemen kleurrijk delen. Dan wil ik nu deze academische zitting gaan besluiten met de mededeling dat Arno en Ildiko zullen recipiëren zo in de Esplanade. Gelukkig hebben we een kroeg op de campus, dat gaat u wel uitzoeken, waar we de feestelijke plechtigheid kunnen voortzetten. En ik wil u verzoeken verder bij het verlaten van de aula zo dadelijk voorrang te geven aan het cortège van hoogleraren en de familie op de eerste rij. Te beginnen daarna rij voor rij de auto de aula te verlaten, te beginnen bij de eerste rijen. Dan wil ik u verzoeken te gaan staan omdat ik deze zitting wil besluiten met gebed. Dat wij volstromen met levensadem die ons aanvuurt tot wijsheid en kennis. Om te helen wat onheelbaar lijkt, om te halen wat onhaalbaar schijnt. De academische zitting is gesloten.